Bij de een mag je wel door de Rode Zee en bij de andere niet. Dames en heren, welkom bij Date 8. Ik ben op weg naar Utrecht zonder Roos. En dat komt omdat ze nou net in die periode van de maand zit, dat je maar beter bij haar uit de buurt kan blijven. En vaak krijgen we dan ook ruzie. Maar vandaag dacht ik, ik ga dingen kopen en dingen doen waardoor zij alsnog gelukkig is. En waardoor wij het alsnog gezellig hebben. Wat moet je doen als je vriendin of vrouw die periode in de maand heeft dat alles een beetje moeilijker is? Goeie vraag. Ja, ik denk een beetje haar met rust laten, denk ik. Hè? Laat me lekker over je heen komen. Ja, ik ken dat probleem wel, moet ik zeggen. Om geduld hebben met haar. Dat is het beste wat je kan doen. En ja. Altijd lief blijven, niet chagrijnig worden. Ook al is zij dat wel? Ja. Klep dicht en naar voren kijken. Moeilijk. En heeft u nog tips van wat ik voor haar zou kunnen kopen? Chocola of weet ik veel. Chocola. Chocola? Chocola. Stuk chocola. Een pakje inlegkruisjes. Okay. Chocola geven. Chocola. Ik zou ook een reep chocola kopen. Het werkt wel. Het is een medicijn. Bosje bloemen. Gewoon zo'n dagcremmetje zo. Wat is het geheim van de liefde? Geduld hebben. En vooral elkaar lief hebben en dan komt er juist meer liefde, denk ik. Ja. Wauw. Oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary wearing that same old shaggy dress. Yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness. Yeah. En de komkommers gaan telkens naar beneden. Oh, waar niet? Ik krijg tranen over van die komkommers. En ik vind ze koud in mijn ogen. Cool. Dat is ook de bedoeling, denk ik. The whole baby thing, right? Stop it. It's not right. Wally, it's stop. Not natural. What if you meet someone tomorrow? All right? Or like 6 months from now. You guys fall in love, by the time you realize it, it's too late. Blijf dan. Fine. Hey. Dit ben ik. Ik heb nog een kaartje voor je. Met oprechte deelneming. Lieve Roos, ik weet dat je nu door een moeilijke tijd gaat. Ik wens je heel veel sterkte en ik leef met je mee. Veel liefs van Koen. PS, date geslaagd? Ja? Behalve dit kaartje dan. Vond jij de date ook geslaagd? Laat het weten met hem. En ik heb ook een vraag aan jullie. Wat is een leuke vraag? Wat vind jij dat je moet doen als iemand ongesteld is? Laat het weten in de reacties. En de leukste reactie vindt mijn masker in een envelop. Eww. Nee, bah. Dat is leuk. Nee, dat is toch vies? Nee, dat is leuk.